Dit is Den Haag in 60 seconden. Van de 58 risicoflats in Den Haag zijn er 6 met een balkon of galerij die niet voldoet aan de veiligheidseisen. Die balkons en galerijen zijn inmiddels gestut om instorting te voorkomen. Dat zegt wethouder Joris Wijsmuller in antwoord op raadsvragen over de gevaarlijke balkons van de Haagse Eskamp-flat aan de Leiweg. Om welke flatgebouwen het precies gaat, is niet bekendgemaakt. De man die afgelopen zondagavond een Shell benzinestation aan de Rijswijkseweg overviel, heeft mogelijk al 2 andere overvallen op zijn naam staan. De politie heeft het vermoeden dat dezelfde man eerder ook 2 keer toesloeg bij een afhaalrestaurant in Den Haag. Minnie en Maxi zijn terug in het theater. Ze komen in april met een reeks nieuwe voorstellingen in de Koninklijke Schouwburg. Aan het duo kwam 10 jaar geleden abrupt een eind na een dubbele nekhernia van Maxi. Maar nu zijn ze dus weer terug. En tot zover Den Haag in 60 seconden.